got the words to change the nation, but you're biting your tongue. You spend a lifetime stuck in silence, afraid you say something wrong. Even no one ever hear it, how we're gonna learn your song? Oh, come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I'll win a street till the words dry out. Put it in all of the things, I'm not afraid. They can read all about Wimmerouw, de Klinkerdag. Wat houdt het precies in? Ja, de Klinkerdag is gewoon een dag waarop we iedereen uitnodigen om een keer bij ons te komen. Om met elkaar de saamhorigheid, de verbinding te hebben. En om gewoon aan elkaar met elkaar om te gaan op een leuke, ontspannen manier. En we hebben vandaag ook allerlei dingen georganiseerd, uitgenodigd op allerlei niveaus. Een stukje braasmuziek, een stukje streetdance. Tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, y siento ganas de irte a buscar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, er is een springkussen. Ja, er is eigenlijk van alles wat. En we hebben nog een clown gehad. Dus zo breed mogelijk, omdat we graag een heel breed publiek willen trekken. Ja. Mag ik jullie wat vragen? Hebben jullie dit afgesproken? Ja. Ja? En wie kwam met het idee? Mama. Mama. Mama denkt dezelfde jurk aan vandaag. Ik dacht, nu vindt ze het nog leuk. Ja. Ja, je hebt net gedanst, hè? Ja. Ja, nou, dat was heel mooi. Ja, en wat vond moeders ervan? Ja, geweldig. Ja, thank you.
mensen zijn veel alleen. En juist ook mensen met elkaar verbinden om samen iets moois te maken. En om samen aandacht aan elkaar te geven en er voor elkaar te zijn. En dat is op een dag als deze, ja, dat lukt geweldig. Wat ben jij allemaal aan het doen hier? Ja, een vriendin van mij die met al deze spulletjes, dus ik sta er eventjes bij. Wat wordt nou het meest verkocht, Gelize? Ja, nu op dit moment de tegeltjes. En ja, ik neem altijd wel mee naar de markt en ik zie wel of het verkoopt. Kijk, je kunt niet altijd alles verkopen natuurlijk, want je moet het wel nodig hebben. Van de week zagen we jou ook al ergens, hè, sminken. Nou, smink je er heel wat af. Ik denk voor meisjes allemaal heel veel prinsesjes en zo. Heb je zelf een favoriete smink? Nou, wat vooral met het warme weer heel prettig is, ook voor de kinderen zelf, is dat je niet het hele gezicht doet, maar dat je bijvoorbeeld kiest voor een halve of een kleine. Ja, maar nu hebben we het over de kinderen, maar welke is jouw favoriet? Wat mijn favoriet is? Ja, weet je, als je op een gegeven moment lekker bezig bent, ik vind ook wel de uitdaging om steeds wat nieuws te doen. Okay. En wat nu helemaal hip is, dat is ook met deze schabloontjes, die kan je dan heel eenvoudig op het gezichtje plakken, zeg maar. Yeah. En dan stempel je als het ware het figuurtje vol. Dus dan kun je ook wat strakker werken. Yeah. Dus een beetje uitdaging hou ik wel van. Ja, ik zit te kijken naar jou. Volgens mij ga jij die doen. Nou, kijk eens, wat goed hè? Jou. Ja. Heerlijk, hè? Hij is lekker. Hoi. Hij is lekker. Het kan straks wel, maar ik wil geen dertje zin in hebben. Beb, je stond net lekker te eten. Te smikkelijk, kan ik wel zeggen. Jij komt hier vaker. Ja. En waarom? 14 dagen. Elke 14 dagen. En waarom? Dat is heel gezellig en het eten is ook nog lekker. En dan donderdag weer. En dan is het even stop. Geef jij dat een beetje extra gezelligheid? Ja, ik ben alleen, hè? Ja, ja. Nee. Gewoon lekker de drukte opzoeken. Ja. En je raadt het mensen aan. Ja, heerlijk. Ja, mooi. Ben je er blij mee? Ja. Ja? Hebben jullie dingen gegeten? Ja, ik heb al 2 broodjes met ketchup op. En een ijsje. Ja, jij? En ik heb ook nog een koekje gehad. Oh, een koekje. Vinden jullie het gezellig? Ja.